Hoe zou jij reageren als ik je vertelde dat je nog maar 15 maanden te leven had? Een ver van je bed show? Het is nogthans een pijnlijke realiteit voor een duizendtal mensen per dag die te horen krijgen dat ze de meest voorkomende kwaadaardige hersentumor hebben, het glioblastoom. En hoewel de meeste mensen hieraan overlijden na gemiddeld 15 maanden, is er toch een kleine groep die erin slaagt meer dan 10 jaar met deze kanker te blijven leven. Hoe dat komt, dat wil ik onderzoeken. Door de samenstelling van deze hersentumor bij de zeldzame lange termijn overlevers te vergelijken met die van de korte termijn overlevers, hoop ik een antwoord te vinden op de vraag hoe iemand tot wel 10 keer zo lang kan blijven leven. Aan de hand van nieuwe onderzoekstechnieken bestudeer ik de cellen in stukjes hersentumor die chirurgisch verwijderd werden. Ik ga na hoe deze cellen in deze tumoren met elkaar en met de omgevende normale hersencellen communiceren. Tot slot vergelijken we de celinteracties en samenstelling van lange termijn overlevers met die van korte termijn overlevers. We willen de unieke elementen in kaart brengen die precies verantwoordelijk zijn voor de uitzonderlijk lange overleving bij patiënten met een glioblastoom. Op die manier krijgen we meer inzicht in deze complexe kanker, om hopelijk op termijn een gerichte behandeling te ontwikkelen. Zo kunnen we deze kwaadaardige kanker toch iets goedaardiger maken.